bril op. Wat een leuke collega's zijn dit. Hele goedemorgen. Vandaag is het maandag en ik ga weer naar school. Jola heeft een nieuwe rugzak. De rugzak komt van de Bart Smit trouwens. Leuk is die, hè? Ja, als jullie deze rugzak ook willen. Maar ik denk dat deze was er niet meer. Alleen de andere. Maar misschien bij een andere Bart Smit wel. Hey, nou, het is dus maandag. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag eerst even beginnen met de workout. As usual, op maandag. En ik zit er weer een beetje tegenop. Dus ik ga maar meteen. Jola die is echt net op school. Het is nu 8:30. En ja, de vakantie is ook weer afgelopen voor Jol, dus voor haar ook weer eventjes wennen. En we gaan weer door met de dagelijkse sleur. Oh ja, en ik moet vanmiddag vliegen, dus dan probeer ik jullie ook weer een beetje mee op pad te nemen. Gaan met die banaan! Oh jongens, ik voel me zo belabberd. Ah! Elke keer rent Dexie ook zo over me heen als ik hier zit. Maar goed. Zo, kijk nou wat een mooi match met de plant. Hé? Ik heb hem net water gegeven. Heb jij die plant water gegeven? Ja. Nou, goed dat je het zegt. Ja. Zal ik het misschien nog een keer. Heb je dat niet een beetje veel gedaan? Nee, heel weinig. Oh, oké. Okay. Want anders komt waarschijnlijk onder eruit. Toch? De onderweer eruit. Ja, nee, maar er moet ook gewoon niet veel. Is die wel dicht? Een kamerplant heeft niet zoveel water. We gaan even ontbijten. Kijk eens hoe lief de Bart klaargezet voor ons. Kunnen we nog even ontbijten? Wat zeg ik nou weer ontbijt? Nou, middag eten. Jij moet nog werken. Nou, het is kwart voor één. Even middag eten en even goed middag eten ook. Zodat ik niet te veel trek krijg straks op mijn werk. Want dat vind ik echt heel irritant. Want tegen de tijd dat je dan weer wat kunt eten is het ergens laat in de avond. Of je gaat dan zo'n sazijnbroodje eten. De sazijnbroodjes uit het vliegtuig, ja. Maar dat ga ik nu echt niet doen trouwens. Ik heb echt veel slecht gevoel over al dat slecht eten de laatste dag. Dus we gaan even volkoren broodjes met gekookte eitjes eten en zo. Nou, ik ben alweer op het parkeerterrein, dus ik ga zo vliegen. Ik mis de energie die ik krijg van de zon. En dat werkt toch echt wel gewoon een beetje op mijn humeur. En toen hoorde ik net ook nog op de radio dat het vannacht waarschijnlijk gaat vriezen. Jongens, het moet toch niet erger worden. Het is gewoon 8 mei. Zijn dit. Oh, wat erg. En ja hoor, het zonnetje komt natuurlijk wanneer wij weggaan. Het wordt een superleuke vlucht met superleuk. Dat weet ik al. Een hele goede middag, dames en heren. Welkom aan boord. Pak je mijn tas op? Ik sta voor hakken. Oh, je nu valt.
Okay. Nou, ik wilde nog even zeggen. En ik wilde nog eventjes speciaal voor de crew waar ik vandaag mee werkte zeggen. Ik vond het echt super leuk. Het was echt de leukste vlucht sinds tijden die ik ooit heb meegemaakt. En dat is echt mede door de purser en door Petra en door de hele crew en iedereen. Het was gewoon echt heerlijk. Ik vind het zo fijn om eindelijk weer eens een keertje gewoon zo'n gezellige dag te hebben. Dat het niet eens voelt als werken en dat ik weer helemaal zin heb in het vliegen. En ja, dat moest ik nog gewoon even kwijt. Dat deze dag waarin ik zo belabberd begon, zo fijn geëindigd is. Dank jullie wel. So happy to be with my manager. Ik ben ook heel blij dat ik thuis ben, schat. We gaan lekker slapen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Tot morgen!